Wat als ik je vertel dat fantasievriendjes bestaan? En als een kind groot wordt, worden ze vergeten. Zijn sommigen ook eng? Erger. Wanhopig. Vraag je, hoezo zijn die kinderen ons vergeten? Vorige week viel ik gewoon uit elkaar, jongens. Gezaagd, alle zuurstof hier gewoon op. Serieus, als dit zo blijft, ga ik mij hiernaast even opladen. Wij begonnen een soort van koppelagentschap tussen vriendjes en die nieuwe kinderen. Als hij me niet nodig heeft, verdwijnen! Blij gevoel! Koffie, mijn croissant! Ik kan u helpen. Hoe? Ik ben een kind. Je bent de uitverkorene. Nee, geef haar nu geen complexen. Succes, kleintje. Het is nu aan u. Undercover! Hopelijk lukt dit. Oké, we gaan die vriendjes koppelen. Kiet! Welk kind verzint er nu een onzichtbaar vriendje? Ik kan iedereen vinden. Waar dan? Los! Hij zat in mijn mond. Bedankt voor jullie hulp. Kijk maar meer recht in zijn oog. Elk oog. Daar groeit wel weer terug. Ben ik aan het verdwijnen? Oh nee, ik denk dat ik moet kotsen. Of ik moet iets eten. Het is één van de twee. Wie? Dat moet haar helpen. Ja, dat klopt. Ik vraag het geen tweede keer. Trek een broek aan voordat we weer klachten krijgen. Ging het goed? Oh, oh my god. Zijn we dan nu collega's? Niet te hard van stapel lopen, oké? Kiet! Mama zei dat te veel snoep slecht is voor je buikje, maar ik zei... Het is niet waar. Wauw. Mijn ogen proeven het zelfs. Het spijt me vreselijk. Proeft jij niks aan uw ogen?